We zitten hier in boek 13 van de Annales, waarin Tacitus de broedermoord beschrijft. Dus het plan van Nero om zijn broer, een bedreiging voor de troon, Britannicus, uit de weg te laten ruimen. In paragraaf 14, en dit is paragraaf 15, in paragraaf 14 hadden we gelezen in vertaling hoe Agrippina besefte dat ze de controle op haar zoon Nero steeds meer verloor. In het begin had zij nog redelijk wat controle over haar zoon, die net keizer was geworden. En genoot zij mee van de macht, regeerde ze eigenlijk een beetje samen. Maar dan, naarmate Nero wat zelfzekerder wordt, neemt hij steeds meer afstand van zijn moeder. Agrippina beseft dat ze steeds meer aan de kant wordt geschoven en geen invloed meer kan uitoefenen op Nero. En in 14 hebben we gelezen hoe Agrippina dan haar toevloed nam tot dreigementen. Hè? Ze begon Nero te bedreigen van: kijk, als je afstand doet van mij en niet meer naar mij moet luisteren, dan wend ik mij tot Britannicus. Want Britannicus is eigenlijk de rechtmatige opvolger van Claudius, keizer Claudius. Britannicus was eigenlijk de volgende in rang. Hè. Hij was een zoon, biologische zoon van Claudius. En Nero was slechts een adoptief zoon. Dus eigenlijk had Britannicus meer recht op de troon. Maar waarom ging dat nog niet? Britannicus was op het moment dat Nero keizer is geworden, dan onder invloed van zijn moeder Agrippina, nog niet oud genoeg. Maar weldra ging hij oud genoeg worden. Weldra zou Britannicus 14 jaar worden en vanaf 14 jaar mocht je de toga viridis aandoen. Wordt je opgenomen in de maatschappij als volwassen burger en mocht je ambten bekleden en dus ook keizer worden. En die dag kwam dichterbij. Dus Agrippina, omdat ze haar invloed op Nero aan het kwijtspelen is, bedient zich van dreigementen, van: kijk Nero, als je mij aan de kant schuift, besef dan dat ik mij tot Britannicus, uw voornaamste concurrent, hè, die u nog van de troon kan doen stoten, want hij heeft meer aanspraak op die troon, dan verander ik van kamp en dan wend ik mij tot hem. Dus luister maar naar mij. Bovendien zou ze dan ook naar de Senaat gaan, had ze gedreigd tegen Nero, en de vuile was buiten hangen. Want om Nero keizer te doen worden, had Nero samen met Agrippina uiteraard redelijk wat misdaden op zijn geweten. En Claudius, keizer Claudius, heeft Tacitus ook beschreven, had Agrippina al uit de weg laten ruimen door een vergiftigde champignons te laten opeten. Zoals Claudius vergiftigd, vermoord eigenlijk, door Agrippina, zo wordt geschreven. En dat zou Agrippina nu dan aan de Senaat vertellen van: kijk, die Nero dat nu keizer is, die heeft dat op zijn geweten. Dus al die dreigementen van Agrippina ten opzichte van Nero, die werden in paragraaf 14 uitvoerig beschreven. En dan zitten we nu in paragraaf 15. Turbatus his Nero et propinquo die quo quartum decimum aetatis Britannicus ex plebat volutare secum modo matris violentiam modo ipsius indolem levi quidem experimento nuper cognitam quo tamen favorem late quae civiset. We beginnen met participium, perfectum, nominatief mannelijk enkelvoud, komt overeen met onder het Nero. Turbatus, turbare betekent in de war brengen, verontrusten. Hier kunnen we dat gewoon als voltooid deelwoord vertalen. Hè. Verontrust, hevig verontrust. Hè, een bepaling van gesteldheid bij Nero. Hevig verontrust, waardoor, ablatief BWB, reden, door deze dingen. His is hier ablatief onzijdig meervoud van het aanwijzend voornaamwoord hic haec hoc
En Hiss verwijst naar de dreigementen die Agrippina in paragraaf 14 aan Nero's adres had geuit. Hè. Dat zij voor Britannicus zou kiezen. En de Senaat zou informeren over wat er in het verleden gebeurd is, hoe Nero eigenlijk stiekem op vuile manier keizer is kunnen worden. Nero is daardoor verontrust, hè, want hij weet tot wat zijn moeder in staat is, heeft het van nabij kunnen zien. Hè. Onder andere de moord op Claudius via vergiftiging. Dus hevig verontrust door deze dreigementen. En waardoor nog? Propinquo die, letterlijk door de nakende dag. Sommige commentatoren beschouwen propinquo die net als his, als ablatief BWB reden. Hevig verontrust door deze dreigementen en door de nakende dag. En dan waarop, puntje, puntje, puntje. Andere commentatoren maken van propinquo die een losse ablatief, waarbij dan het participium van esse verzwegen is, ook omdat het niet bestaat. Hè? Omdat de dag dichtbij was, bij te denken. Je mocht hier kiezen, misschien gemakkelijkheidshalve, net als his, ablatief BWB reden. Waarom kiezen hier sommigen dan voor wat iets minder voor de hand liggende verklaring, ablatief, losse ablatief, omdat, zoals we nog wel vaker zullen zeggen, Tacitus heel graag houdt van asymmetrie. Cicero hield van symmetrie, mooi parallel alles uitwerken. Tacitus is tegenovergestelde, hij houdt van asymmetrie. Dus op zich zou het eigenlijk beter passen in de stijl van Tacitus om hier een losse ablatief van te maken. Want Tacitus houdt niet van wat dan symmetrisch zou zijn, twee keer ablatief BW-reden. Tacitus zou effectief de voorkeur geven aan hier een ablatief BW-reden en hier een losse ablatief met de betekenis van bijwoordelijke bijzinreden. Goed, dus Nero hevig verontrust door deze dreigementen en door de nakende dag. En bij die krijgen we dan een betrekkelijke bijzin. Ingeleid door quo. De dag quo waarop Britannicus, en dan staat er letterlijk het 14e van jaar, het 14e jaar, vervolledigde, volmaakte, explere, volmaken, voltooien, hier imperfectum, actief, indicatief, imperfectum. Dus letterlijk de dag waarop Britannicus het 14e van jaar vervolledigde. Vlot zijn 14e verjaardag vierde, 14 werd. Maar letterlijk staat daar waarop Britannicus het 14e van jaar vervolledigde. Dus quartum decimum, accusatief lerend voorwerp bij explebat, Britannicus onderwerp. Aetatis is dan genitief BVB geheel bij quartum decimum. En quo is mannelijk enkelvoud, want antecedent is die, mannelijk enkelvoud. En het is ablatief, want in de betrekkelijke bijzin is het BVB tijd. Hè? Goed. Dus his verwijst naar de vorige paragraaf, de dreigementen van Agrippina, paragraaf 14. Propinquo die verwijst naar wat we in paragraaf 15 lezen. Britannicus, wanneer die 14 jaar zal worden, en dat is dichtbij in de toekomst, dat gaat gebeuren, zeer binnenkort, dan wordt hij volwassen, dan is hij geen kind meer, en heeft hij recht op de troon. Dus zou hij de troon, waar Nero nu op zit, kunnen opeisen. Dus Nero wordt inderdaad hevig verontrust, niet alleen door die dreigementen van Agrippina, maar ook door het feit dat hij in Britannicus, waar hij voorlopig geen last van had, binnenkort op zijn 14e verjaardag kan opeisen, hè, voor zichzelf, dat hij keizer wordt en niet Nero. Wat krijgen we dan? Voluntare secum.
We krijgen een infinitief, een historische infinitief. Tacitus houdt van historische infinitieven, zeker wanneer het onderwerp hevige emoties voelt, hevig geëmotioneerd is. Dan drukt een historische infinitief, net als een historisch present eigenlijk doet, dan geeft dat meer levendigheid. Dus volutare hier infinitief, want historische infinitief, vertaal dat gewoon als persoonsvorm. Hè? En Nero is daar onderwerp van. Volutare staat uitgelegd piekeren, secum bij zichzelf. Piekeren over bij zichzelf, overwegen, overpeinzen. Lernt voorwerp daarbij, waarover piekerde Nero? Nu eens, dan weer, modo, modo. Zo worden die twee lernt voorwerpen verbonden. Eerst lernt voorwerp violentiam. Niet per se het geweld hier, maar eerder de onstuimigheid, de opvliegendheid. Van zijn moeder, van Agrippina, matris van zijn moeder. Genitief BVB bezit bij Violentiam. Dus matris Violentiam verwijst eigenlijk naar die his hier. Paragraaf 14 is Agrippina, pittige dame als ze is, uitgebarsten in een woedebui en van haar een theater gemaakt tegen Nero. En dus Violentia hier niet per se geweld, maar eerder heftigheid. Het opvliegend karakter, matris van zijn moeder. Dus piekerde Nero bij zichzelf nu eens over het opvliegend karakter, de heftige bui van zijn moeder, dan weer over indolem ipsius. Indoles betekent karakter. Accusatief, vrouwelijk enkelvoud, net als violentiam, lernend voorwerp bij voluntari. En ook hier een genitief erbij, BVB bezit, ipsius, van hemzelf. Het karakter van hemzelf, die ipsius verwijst niet naar Nero, maar naar Britannicus. Dus Nero piekerde over, soms, die woedebui, die woede uit de barsting, dat vliegend temperament van zijn moeder, en dan weer over het karakter van Britannicus. Dus ipsius indolem verwijst dan naar propinquo die en Britannicus. En matris violentiam herneemt eigenlijk is. Goed. De speaker er nu eens over het heftige karakter van zijn moeder. Dan weer over het karakter van Britannicus zelf. En bij indolem krijgen we een participium. Dat daarmee overeenkomt in naam van geslacht en getal. Cognitam. Van cognoscere, passief participum perfectum, accusatief vrouwelijk enkelvoud. Cognoscere betekent leren kennen. Dus het karakter van Britannicus zelf dat hij had leren kennen. Vlot dat zich openbaard had, geopenbaard had. Duidelijk was geworden. Wanneer nuper bijwoord onlangs. Levi quidem experimento. Quidem betekent weliswaar. Experimentum is een ervaring, een gebeurtenis. Levis betekent licht. Hier betekenis onbelangrijk. Onbeduidend. De speaker deed dan weer over het karakter van de jongen zelf. Dat hij had leren kennen. Dat zich geopenbaard had. Dat duidelijk was geworden, onlangs, bij een weliswaar onbeduidend, onbelangrijke gebeurtenis. Quotamen, maar waarmee hij toch, puntje, puntje, puntje. Hè? Dus Levi experimento, ablatief, BWB. De rol kan hier zijn tijd, hè? Tijdens, bij een weliswaar onbelangrijke gebeurtenis. Dat is eigenlijk het meest voor de hand liggende. Er valt ook iets te zeggen voor oorzaak. Waardoor had hij dat leren kennen? Waardoor was dat duidelijk geworden? Door
een weliswaar onbelangrijke gebeurtenis. Goed, quotam in favorem late quae civisit. Quo tot en met quae civisit is een betrekkelijke bijzin bij het antecedent experimento. Hoe kunnen we dat zien? Quo, mannelijk enkelvoud, onzijdig enkelvoud. Zoals het antecedent experimento, onzijdig enkelvoud. Dus bij een weliswaar onbelangrijke gebeurtenis, waardoor hij toch, dus je hebt een hoewel toch, hè, hoewel die gebeurtenis, die ervaring, op zich onbelangrijk was, toch heeft hij daarmee iets belangrijks kunnen doen. Namelijk, quotamen favorem late quasi viset. Waardoor hij toch favorem quasi viset. Quasi viset komt van quaerere. Quaerere betekent zoeken of vragen. Hier heeft de betekenis verwerven. Het is actief conjunctief plusquamperfectum. Conjunctief omdat het hier de gedachte van Nero weergeeft. Daarom staat hier een conjunctief. In deze betrekkelijke bijzin. Plusquamperfectum, dat is gewoon de consecutio, hè, voor tijdigheid ten opzichte van verleden hoofdwerkwoord. Waarmee hij toch had verworven, wat had verworven, favorem, accusatief leidend voorwerp, sympathie, populariteit. En dan hebben we nog een bijwoord, late, latus aum, breed. Hier het bijwoord dus in brede kring. Dus waardoor hij toch in brede kring sympathie had verworven. En dan hebben we gans die zin, hè, verontrust door deze dreigementen en door de nakende dag waarop Britannicus 14 werd, piekerde Nero nu eens bij zichzelf over de opvliegendheid van zijn moeder, dan weer over het karakter van de jongen zelf, van Britannicus, dat zich geopenbaard had, dat duidelijk was geworden onlangs, in een weliswaar onbelangrijke gebeurtenis, waarmee hij toch in brede kring bijval, sympathie, populariteit had verworven. Dus in Britannicus, daar is iets mee gebeurd, hij heeft iets meegemaakt onlangs, en door dat te doen, hebben veel mensen, in brede kring, dus veel mensen, zijn veel mensen hem sympathiek gaan vinden. Dus we kunnen nu verwachten in de volgende zin dat Tacitus gaat stilstaan bij die gebeurtenis. Hè. Wat heeft die jongen gedaan om in brede kring populair te worden? Festis Saturno diebus inter alia aequalium ludicra regnum lusus sortientium e venerat ea sors Neroni. De zin begint met een BWB van tijd in de ablatieve. Festis Saturno diebus, tijdens de Saturnalia, staat in de verklaringen, de uitleg. De Festis Saturno dies zijn de Saturnalia, dat is een feest, dat begon op 17 december. En dat is een beetje een combinatie van kerstmis en carnaval. Kerstmis in de zin dat er ook cadeautjes werden uitgewisseld. En er vakantie was, dus niet gewerkt moest worden. Maar ook carnaval, omdat er zwaar gefeest werd gedurende meerdere dagen. En net zoals bij carnaval had je een soort rollenpatroon dat op die dagen mocht verbroken worden. Dus slaven mochten met hun meesters lachen en meesters deden soms het werk van slaven. En er werd zwaar gevierd en er werd spelletjes gespeeld en er werd gespot met alles en iedereen. Dus niet toevallig zal dat experimentum, die gebeurtenis waarin Britannicus betrokken is en waardoor hij sympathie had verworven in breking, niet toevallig tijdens de Saturnalia. Want tijdens de Saturnalia worden er allerhande spelletjes gespeeld.
welk spelletje dan concreet? Hè? Inter alia aequalium ludicra. Inter met de accusatief, hè, tijdens. BBB tijd, hè. Alia ludicra, ludicrum, een spelletje. Dus tijdens andere spelletjes, terwijl er verschillende spelletjes gespeeld tijdens die Saturnalia, hè. Tijdens andere spelletjes, letterlijk, van leeftijdsgenoten. En genitief BVB, aequalium, bij ludicra, spelletjes van leeftijdsgenoten, spelletjes met leeftijdsgenoten. Dus Britannicus was aan het spelen met leeftijdsgenoten. Hè. Dat staat er hier, inter alia, aequalium, ludicra. Typisch voor Tacitus is dat hij graag wat dan heet nominale constructies gebruikt. Dus in plaats van bijzinnen, je verwacht hier misschien een bijwoordelijke bijzin van tijd, toen hij speelde met leeftijdsgenoten, een cumzin, krijg je hier gewoon inter met de accusatief een paar substantieven. Tacitus geeft soms de voorrang aan nominale constructies in plaats van bijzinnen. Een bijzin zou dat nog langer maken en Tacitus zou van brevitas korte gebalde zinnen. Goed, dus tijdens de Saturnalia, te midden van andere spelletjes met leeftijdsgenoten. En in aequalium, daar krijgen we nu een participium bij, sortientium. Sortientium moet je dus als participium verbinden met aequalium. Het grondwoord van sortientium is sortiri, ior deponent, loten, door lot verkrijgen. Dus het is deponent, participium praesens, genitief mannelijk meervoud bij aequalium. We moeten het als bijzin vertalen bij aequalium. Opnieuw geeft Tacitus dus hier de voorrang aan een nominale constructie, een participium, in plaats van daar een bijzin van te maken. Met als reden om het allemaal korter te houden, hè, brevitas. Dat merk je wanneer je het probeert te vertalen. Hè. Spelletjes met leeftijdsgenoten die door lot verkregen, had een hele boterham in het Latijn, één woordje participium. Wat door lot verkregen? Regnum, letterlijk het koningschap, de heerschappij. En ze deed dat lusu, door te spelen met een spel, ablatief BWB-wijze. Dus regnum, accusatief lerend voorwerp van sortientium, en lusu, ablatief BWB-wijze bij sortientium. Dus te midden van andere spelletjes met leeftijdsgenoten, die door te spelen het koningschap verkregen, en dan pas krijg je je kern van de zin, hè, onderwerp en persoonsvorm, evenerat ea sors Neroni. Evenire plus datief, evenit plus datief, ten deel vallen, krijgen. Ea sors is daarvan onderwerp. Evenerat plusquam perfectum indicatief en Neroni is dan de datief voorwerp bij evenerat. Was dat lot Nero te beurt gevallen? Of vlot had Nero dat verkregen? En wat is dan dat lot? Koning zijn van het spelletje. In de uitleg staat dat, hè. Tijdens de Saturnalia werd er stevig gefeest. Vonden er convivia plaats. Dat wordt beschreven pagina 10 in jullie cursus. Hè. En in die convivia, die feesten, werd er dan Saturnalicius Princeps, een Saturnalische koning, letterlijk vertaald, hè, gekozen. En die moest dan de feestelijkheden leiden. Dus die moest dan bijvoorbeeld grappige opdrachten verzinnen voor zijn medespelers. Die mocht beslissen wat er gedronken werd, hoeveel er gedronken werd en zo verder. En met wie er gelachen wordt, enzovoort.
Vergelijk dan met Cantussen een beetje, in datzelfde principe. Ook daar heb je een Cantusleider. Worden er opdrachten verzonnen die speels zijn? Wordt er gedronken? Wordt er gefeest? En in het begin van het feest, door Luso, Sortientium Regnum, door lotten door te spelen, waarschijnlijk door een dobbelsteen te gooien, hè, en wie dan zeg maar wat het hoogste gooit, die wordt dan Rex Bibendi, de koning. En in dit geval, hè, was dat Nero overkomen. Waarschijnlijk had Nero ervoor gezorgd dat hij dat werd, hè. Ongetwijfeld, want dan mag hij beslissen wie er een bepaalde opdracht moet uitvoeren. Dus dat is er hier gaande, hè. Als we die zin hernemen. Festi Saturno diebus, tijdens de Saturnalia. Inter alia aequalium ludicra, te midden van andere spelletjes met leeftijdsgenoten. Regnum lusus sortientium, die door loterij, door te spelen, het koningschap verkregen, was dat lot Nero te beurt gevallen. Had Nero dat lot verkregen. Dus Nero is nu in een van die spelletjes de baas en hij zal mogen beslissen wie wat moet doen. Je kunt al vermoeden dat hij een bepaalde opdracht aan Britannicus zal geven en dat dat dit experimentum zal zijn. Igitur ceteris diversa nec ruborem allatura. We zien hier een zin zonder persoonsvorm. Persoonsvorm is hier verzwegen. Jussit bijvoorbeeld, hè. Tacitus houdt van brevitas, korte gebalde zinnen. Dus regelmatig zult je een ellips tegenkomen. Zeker van een werkwoord dat er makkelijk bij kan gedacht worden, zoals hier. Jussit moet je er hier dus bij denken, hè. En dus beval hij aan wie, datief meewerkend voorwerp, ceteris, aan de overige. Dus niet aan Britannicus, maar aan de rest dat daar deelnam aan dat feest. En dus beval hij aan de overige, diversa, accusatief onzijdig meervoud, verschillende dingen, verschillende opdrachten. Accusatief leidend voorwerp van verzwegen justitie. Ik heb nog een tweede leidend voorwerp. Allatura. Wat is allatura? Dat is een actief participium futurum, kenletters urus apum, futurum, accusatief onzijdig meervoud, net als diversa, en het komt van het grondwoord adferre, met zich meebrengen, brengen naar, hier vlot bezorgen. Dat participium moeten we hier zelfstandig vertalen, hè, met iets als opdrachten die nec ruborum geen letterlijk rode kleur bezorgden, die geen schande bezorgden. Voilà. En dus beval hij aan de overige verschillende opdrachten, hè, en opdrachten die geen rode kleur bezorgden. Moet ik zeggen, niet al te beledigende opdrachten, waardoor mensen zich zouden schamen en een rode kleur krijgen. Maar ludieke opdrachtjes waar iedereen mee kan lachen. Ook de persoon die die opdracht moet uitvoeren. Dus iedereen, behalve Britannicus, de ceteris, aan iedereen gaf Nero leuke opdrachtjes, waarbij niemand zich slecht hoefde te voelen. Geen enkele opdracht zou een rode kleur op het gezicht van een van die ceteri opleveren. Hè. Maar je kunt al vermoeden dat Nero Britannicus dan wel belachelijk wil maken. En dan komen hier Ubi Britannico jussit. Nu staat jussit wel uitgedrukt. Exurgeret progressusque in medium cantum aliquem inciperet. We beginnen met een bijwoordelijke bijzin van tijd. Ubi Britannico jussit. Ubi met de indicatief bijwoordelijke bijzin tijd. Toen hij aan Britannicus het bevel gaf. Britannico gewoon datief meewerkend voorwerp.
En dan kunnen wij verwachten bij UCIT dat er een volatieve voorwerpszin komt. En in de periode waarin Tacitus schrijft, dat is de eerste eeuw na Christus, wordt die volatieve voorwerpszin soms uitgedrukt gewoon door de conjunctief zonder ut. Dus lees dat alsof er staat, UCIT ut exurgeret en ut inciperet. Dus van exurgeret tot en met inciperet heb je een volatieve voorwerpszin, uitgedrukt door de conjunctief zonder ut, bij het verbum volendi jussit. Toen hij aan Britannicus het bevel gaf dat hij moest exurgere, exurgere rechtstaan, hè? Waarschijnlijk zaten ze of lagen ze allemaal aan tafel, en de persoon dat dan een opdracht krijgt moet rechtstaan en iets doen. Dus ut, bijdenk, exurgeret, conjunctief imperfectum, conjunctief van volatieve voorwerpszin, imperfectum, want gelijktijdig met verleden hoofdwerkwoord. Dat hij moest rechtstaan. En deze kwe verbindt exurgeret met inciperet. En dat hij moest beginnen inciperen, net als exurgeret, conjunctief imperfectum, en ook dezelfde verklaring. Ja. Dus conjunctief, volatief, voorwerpszin, imperfectum, want gelijktijdig met verleden hoofdwerkwoord. En dat hij moest beginnen, wat moest beginnen? Cantum aliquem, een lied, klassieke opdracht, hè, nu nog in kantussen en drankspelletjes, een liedje beginnen zingen. Dat hij een lied moest beginnen. Cantum aliquem, accusatief leidend vorm bij inciperet. En dan krijgen we nog bij het onderwerp van inciperet, zijn de Britannicus, een participium dat daarmee overeenkomt. Progressus. Progressus is deponent, participium perfectum, van progredi. Het komt overeen met onderwerp, is nominatief mannelijk enkelvoud. En nadat hij naar voren was gegaan, naar het midden, een lied moest beginnen. Dus een in medium, naar het midden, tot in het midden, moet je bij progressus vertalen als accusatief BBB richting. En nadat hij naar voren was gestapt, tot in het midden, een lied moest beginnen. Cantum aliquem inciperet. Klassiek, hè? Ze zullen waarschijnlijk in een kring hebben gezeten, of gelegen, en wie dan een opdracht moest uitvoeren, moest rechtstaan, en tot in het midden stappen en daar iets doen. In het geval van Britannicus, een liedje zingen. Wat krijgen we dan? Irisum ex eo sperans pueri. Sperans is een actief participium praesens, nominatief mannelijk enkelvoud. En dat staat niet bij Britannicus, maar bij het onderwerp van Jussit, Nero. Dus dat moeten we als een bijzin vertalen bij Nero, bij hij. Waarbij hij hoopte, terwijl hij hoopte, omdat hij hoopte, wat is hier eigenlijk reden, hè? Nero wil dat Britannicus zich belachelijk zal maken, en door zijn leeftijdsgenoten zal worden uitgelachen en bespot. Daar hoopt Nero op, want Nero zal er alles aan willen doen om Britannicus niet populair te maken, en zichzelf wel populair. Daarom dat hij dit experimentum bewust doet. Hè. Hij had opdracht gegeven aan de anderen om gewoon kleine leuke dingetjes te doen, dat geen schande met zich meebrengen. Maar Britannicus krijgt nu een opdracht, hè, om tot in het midden te stappen, een liedje te beginnen. En Nero hoopt echt dat hij zich belachelijk zal maken, hè, en door iedereen zal worden uitgelachen. Goed. Sperans, omdat hij hoopte, waarop leidend voorwerp, irisum, staat uitgelegd, hè? Irisus, commaus, bespotting, gespot. En omdat hij hoopte op gespot, ex eo, daaruit. Ex eo verwijst naar het zingen van dat lied.
omdat hij daaruit hoopte op gespot pueri met de jongen. Dus irisum, accusatief leidend voorwerp bij sperans. En pueri is dan genitief, BVB, leidend bij irisum. Gespot met de jongen, ze bespotten de jongen. In irisum, substantief, herkent je een werkwoord, iridere, waarvan pueri dan leidend voorwerp kan zijn. Dus daarom genitief, BVB, leidend bij irisum. Gespot met de jongen. Daarbij hopend op gespot met de jongen, hè? Omdat hij hoopte met gespot hè, om de jongen. Sobrios quoque convictus nedum temulentos ignorantis. Zoals gezegd, Tacitus houdt van nominale constructies en niet van ellenlange bijzinnen. Je merkt dat hier, progressus sperans ignorantis, in plaats van bijwoordelijke bijzinnen ingeleid door voegwoorden. Dus nu krijg je opnieuw een participium bij pueri, ignorantis, een participium bij pueri, en moet je daar als een bijzin bij vertalen. Ignorare, niet kennen, geen ervaring hebben met. Sommigen beschouwen dat als een adjectief, gewoon ignorant met de genitief. Zo zou je het ook kunnen oplossen. Maar eigenlijk ignorare, niet weten, niet vertrouwd zijn met. Want je hebt hier ook niet plus genitief, hè? Dus ignorantis is echt een participium. Actief participium, praesens, genitief, mannelijk enkelvoud bij pueri. De jongen die niet vertrouwd was met, geen ervaring had met, leidend voorwerp, sobrios, convictus en temolentos. Convictus, comaus is een feestmaal, sobrius, nuchter, denk aan het Engels sober, nedum, betekent en nog veel minder, en dan hebben we nog temulentus aum dronken. De sobrius en temulentus vormen hier een tegenstelling. Hè? Dus daarbij hopend op gespot met de jongen die geen ervaring had met nuchtere feesten en nog veel minder met dronken feesten. En Nero wist dat, hè? Nero wist, Britannicus, dat is nog een heel jong ventje, nog niet veel meegemaakt, nog geen grote feestmalen meegemaakt, dus die weet niet wat er daar gebeurt. Die heeft geen ervaring met kalme feesten, waar er eigenlijk niet veel gedronken wordt, waar de mensen nuchter zijn. En zeker geen ervaring met feesten waar mensen wel veel drinken en van alles uithalen. En Nero wist dat, dus hij hoopte een jongen van die leeftijd, bijna 14. Als ik die nu, hè, bij de Saturnalia, een feest waar er stevig gedronken wordt, naar voren laat komen in het midden van een kring en een liedje laat zingen, die gaat verlegen zijn, die gaat een rode kop krijgen, die gaat vals zingen, als ze maar in staat is te zingen, misschien gaat je blokkeren en zich volledig belachelijk maken. Dat is waar Nero op hoopt. Hè? En zijn hoop is ergens gerechtvaardigd, omdat die jonge man, Britannicus, nog niet volwassen is, hè, bijna volwassen, en nog niks heeft meegemaakt. Dus nog geen ervaring had, hè, met zo'n feesten. Dat wordt hier in die bijzinnen allemaal uitgedrukt. Hè, wat Nero eigenlijk van plan is, waarop hij hoopt. Dus hij hoopt dat Britannicus zich nu compleet belachelijk gaat maken bij zijn leeftijdsgenoten. Dat hij bespot wordt, te schande wordt gezet, dat hij afgaat en dat de mensen in de omgeving van Nero, Nero de doffe vinden en Britannicus niet. Daar hoopt hij op. Met dit experimentum. Nu, dat draait natuurlijk volledig anders uit. Hè. Tegenovergestelde gebeurt.
Want wat drukt de hoofdzin uit? Ille constanter ex orsus est carmen. Zeer korte hoofdzin, hè? Ex orsus est is uw persoonvorm hier. Ex ordiri, ior, betekent beginnen, inzetten. Deponent indicatief perfectum. Begon hij, zette hij, puntje, puntje, in. Wat, leidend voorwerp, Carmen, een lied. Dat was de opdracht, hè, die Nero hem had gegeven. Ile, met nadruk, uitgedrukt. Normaal gezien, persoonlijk voornaamwoord, druk je niet uit. Zeker niet wanneer het duidelijk is uit de context. Wanneer je dat wel doet, legt de schrijver daar meteen nadruk op. Zette hij een lied in, begon hij een lied. En bijwoord is hier belangrijk, constanter. Dus niet op een ongemakkelijke manier, niet zenuwachtig, niet timide, maar constanter. In evenwicht, in balans, zelfzeker, kalm, constanter. Dus totaal niet waar Nero op had gehoopt. Ile verwijst naar Britannicus. Hè. Zette hij zelfzeker een lied in. Begon hij zelfzeker een lied. En dan krijgen we bij Carmen een betrekkelijke bijzin ingeleid door quo. Quo evolutum eum sede patria rebusque sumis significabatur. Dus van quo tot en met significabatur. Dat gewoon die twee woorden eigenlijk. Quo significabatur vormen u betrekkelijke bijzin. Quo is onzijdig enkelvoud, want Carmen, antecedent, is onzijdig enkelvoud. Quo is ablatief, want in de betrekkelijke bijzin, bij woordelijke bepaling, bij significabatur, hè, een lied waarin hij te kennen gaf, duidelijk maakt. Nu, letterlijk is dit een passief, hè, significabatur. Significare, comma, o, te kennen geven, duidelijk maken, vaak niet op een heel directe manier, maar indirect, met tekens, met toespelingen. Want Britannicus kan natuurlijk niet Nero rechtstreeks in zijn gezicht uitlaken, maar hij kan wel via toespelingen bepaalde dingen duidelijk maken. Dus letterlijk het passief, hè, waarin werd duidelijk gemaakt dat, en van eum tot en van evolutum tot en met sumis, krijg je een A plus I. En die A plus I is hier een medendelende onderwerpzin bij significabatur. Dus niet voorwerpzin, maar onderwerpzin, mededelende onderwerpzin. Waarin te kennen werd gegeven, duidelijk werd gemaakt, dat. En het onderwerp van de ABC is eum. Dat hij, persoonlijk voornaamwoord, verwijst naar Britannicus. Evolutum esse. Esse is hier verzwegen. Evolutum esse is van het grondwoord evolvere, o. Passieve infinitief perfectum. Evolvere, o betekent verdrijven uit. Verdringen van. Je verwacht hier dus als aanvulling een bijwoordelijke bepaling van verwijdering. En je krijgt er zo twee CD patria, dat is uw eerste BBB van verwijdering, de ablatief. En rebus sumis is uw tweede. En die worden verbonden door quae. Dus zowel CD patria als rebus sumis zijn ablatief BBB verwijdering bij evolutum esse. Dus waarin duidelijk werd gemaakt dat hij verwijderd was, verdrongen was van of uit, letterlijk sede patria, de troon van zijn vader. Rebusque sumis, res sumai, hier het hoogste gezag, hè. Het feit dat je keizer bent, dat is het hoogste gezag, rebus sumis, in het hoogste gezag. Dus hoewel hij nog weinig ervaring had, en nog niet veel mensen
in de keizerlijke hofhouding van Nero. Britannicus goed konden inschatten, wie was dat? Waarschijnlijk nog een heel verlegen jongetje dat nog niet veel durft. Begint hij hier kalm, zelfzeker, een lied. Dus hij voert die opdracht eigenlijk zeer goed uit. Dat is al tegen alle verwachting in, want Nero had juist op gespot gehoopt. Terwijl Britannicus heel zelfzeker een liedje begint te zingen. Dus dat is eigenlijk al tegen de verwachting van Nero. Plus, en plus, wat komt erbij? In dat lied, het is niet zomaar een lied, geeft hem ook nog eens subtiele toespelingen waarin hij aan Nero en iedereen daar aanwezig duidelijk maakt: kijk eens mannetjes, ik heb eigenlijk recht op die troon. Nero is nu keizer, maar die heeft er eigenlijk geen recht op. Want ik ben de biologische zoon van de vorige keizer Claudius. Ik ben nu nog niet volwassen, maar binnen een paar maanden word ik 14. En dan ben ik volwassen, draag ik de toga virilis en dan heb ik recht op de troon. Dus eigenlijk ben ik verstoten, verdrongen van de troon van mijn vader, Claudius, en van het hoogste gezag. Dus die Nero daar, dat nu de grote man uithangt, zit er eigenlijk niet op zijn plaats, dat is mijn plaats. En in dat lied maakt hij dat duidelijk. Niet met directe woorden, maar via toespelingen. Ja? Dus dat experimentum, dat knalt volledig eigenlijk. Dat ontploft in het gezicht van Nero. Hè. Dat heeft een volledig tegenovergesteld effect. Zoals in vorige deeltje stond. Quotamen late favorem quae sinisit. Dus nu krijgt iedereen sympathie voor die Britannicus. Dus in plaats van gespot, gaan ze hem een toffe vinden. Ah, Nero wou die belachelijk maken en zie eens. Constanter exocius est Carmen. Die heeft het hier goed gedaan. En hij zingt hier een lied. En hij zorgt voor medelijden bij de omstaanders. Van, oh, garm die jongen. Zijn vader, Claudius, keizer Claudius. Eigenlijk al vermoord hè, door Agrippina. Nu hij, eigenlijk recht op de troon, maar een andere zit daarop onterecht. Dus tegenovergesteld is hier gebeurd. Hè. Nero hoopte dat ze hem tof gingen vinden. En Britannicus niet tof, maar het is tegenovergesteld. Britannicus heeft zich populair gemaakt. En Nero heeft zich bewezen als iemand dat niet sympathiek is. Hè. Unde orta est miseratio. Unde is een bijwoord hier. En betekent daaruit. Orta. Est is hier in ellips verzwegen. Daaruit ontstond, groeide, van oriri, ior, deponent. Hè. Dus orta est moet gezien als deponent indicatief perfectum. Drie enkelvoud van oriri. Daaruit ontstond onderwerp miseratio. Je hebt hier voor een tweede keer inversie. Evolutum was al inversie. Maar normaal gezien, je werkwoord staat altijd achteraan, ook in een apocrief. Als je dat voorop zet, dan wil je daar nadruk op leggen. En hier is dat geval, hè. Britannicus wou echt wel duidelijk maken, ook al was dat via toespellingen, ik ben van de troon verstoten. Evolutum eum. Niet alleen inversie, maar ook eigenlijk assonantie, eu, um. Hier ook orta est, vooraan. Miseratio, het onderwerp komt hier na de persoonsvorm. En ook hier, de klanken herhalen zich. Miseratio manifestior, klinkt krachtiger. Ook hier een inversie en een assonantie. Dus daaruit ontstond, daaruit groeide. Die klanken zitten trouwens ook al in orta, hè? O-R-T-A. Die letters komen hier twee keer terug. Daaruit ontstond een medelijden. Miseratio onderwerp. En manifestior
is hier een bepaling van gesteldheid. Daaruit ontstond een medelijden. En dat medelijden was des te duidelijker. Daar ontstond een medelijden nog duidelijker, nog zichtbaarder. Hè. Manifestus, denk aan manifest in het Nederlands, hier in het comparatief. Des te duidelijker was de reden waarom dat medelijden nu nog meer opvallend was. Omdat dissimulationem nox et lascivia ex emerat. Quia tot en met exemerat is een bijwoordelijke bijzin van reden. Quia met de indicatief. Omdat, was het onderwerp hier, nox et lascivia, de nacht, en de lascivia, de uitgelatenheid. Lascivia, uitbundigheid, uitgelatenheid, typisch voor een feest. De meesten beschouwen dit als een hendiadis, hè. Twee substantieven, in plaats van nevengeschikt, vertaalt je best ondergeschikt. De nachtelijke uitbundigheid, de nachtelijke uitgelatenheid. Omdat de nachtelijke uitgelatenheid, ex emerat, pluskwamperfectum van ex imere, wegnemen. Omdat de nachtelijke uitgelatenheid had weggenomen, wat leidend voorwerp? Dissimulationem. Dissimulationem, huichelarij. Een kernwoord bij Tacitus. Tacitus klaagt heel vaak de spelletjes die gespeeld worden aan het keizerlijke hof aan. Hoe niemand daar zichzelf is. Hoe iedereen constant bang is van een keizer. En zijn echte gevoelens verbergt. En valse gevoelens acteert in dissimulationem is huichelarij, dus dat wil zeggen dat je echte gevoelens verbergt, niet toont. Maar nu worden die echte gevoelens wel duidelijker, hè? Manifestier. Waarom? Iedereen is dronken, uitgelaten, nachtelijk feest. Dus die remmingen die meeste mensen aan het keizerlijke hof normaal wel hebben. Van kijk, Nero is de baas, dat is al een vrijgevoelige jongen, dat niet zo graag heeft dat iemand tegen hem is. Normaal gezien, in nuchtere omstandigheden overdag, zou niemand nu openlijk medelijden tonen met Britannicus. Want dan zou ze weten, dit zou slecht vallen bij keizer Nero. Want dan gaat Nero daaruit afleiden dat we Britannicus een toffe vinden en Nero niet. Maar wat gebeurt er nu? We zitten op een feest, de Saturnalia bovendien, een stevig feest. Er wordt veel gedronken, er worden spelletjes gespeeld. Wat er normaal gebeurt, is niet meer normaal. We zitten in een soort carnavaleske omstandigheden. Dus die remmingen nu zijn weggevallen. En die rolletjes worden niet meer gespeeld. Dus nu is meteen de echte gevoelens van iedereen hof zichtbaar. En nu kan Nero zien wat mensen normaal voor hem verborgen houden. Omdat ze een rolletje spelen, omdat ze huichelen. Maar die huichelarij is nu weggenomen door Nox et Lascivia. En nu wordt zeer duidelijk voor Nero dat veel mensen medelijden voelen voor Britannicus. En dat Britannicus door deze opdracht populair is geworden. En wat Nero had beoogd, is volledig mislukt. Dus, conclusie, zoals we ook in deel 2 van paragraaf 15 zullen lezen, hij gaat hem zeker uit de weg willen laten ruimen. Waar hij misschien in het begin nog twijfelachtig was, gaat zijn paranoia nu zeker de lucht in. Hij was al verontrust, turbatus, door die dreigementen van Agrippina, maar ook door de nakende dag waarop Britannicus 14 werd en volwassen werd en recht had op de troon. En nu, door dat experimentum, en omdat de nachtelijke uitgelatenheid
alle remmingen, alle huichelarij had weggenomen, ziet Nero wat de mensen eigenlijk echt denken. En zij vinden Britannicus blijkbaar aangenaam. En zij voelen zelfs medelijden met hem. Och arme, jij bent eigenlijk de echte zoon van Claudius. En nu zit daar die Nero, de slechtste adoptiefzoon van Claudius, op de troon. En in dat lied, waarschijnlijk een mooi dramatisch lied onder begeleiding van een lier, heeft die is heel zelfzeker, heel kalm, te kennen gegeven dat hij eigenlijk van een troon gestoten is. En dat hij de enige rechtmatige opvolger is van Claudius en niet Nero. Deze zin wordt door allerhande stijlvuurkrachten gemaakt. Denk aan de alliteratie van Miseratio Manifestior, de klankherhalingen hier. Wat Tacitus ook graag doet, is een soort sententia, dat kennen jullie al van Plinius, een soort uitspraak met spreekwoordelijk karakter. Dissimulationem nox et lascivia exemerat. Het is een soort spreekwoordelijk geformuleerde zinnen. De nacht en de uitgelatenheid hadden de huichelarij weggenomen. Dus Tacitus toont zich hier zeer goed als iemand, dat zoals eigenlijk een regisseur gedraagt. In plaats van als een geschiedschrijver gewoon droge feiten weer te geven en te zoeken naar oorzaken en gevolgen, beschrijft hij hier als een regisseur, die als het ware de camera bij de hand neemt en toont naar wie je moet kijken en wat er gebeurt. Hij beschrijft hier een scène, een tafereel. Dus tot nu hebben we eigenlijk als een soort toeschouwer bij een toneel, een drama dan, want het is niet zo fijn voor Britannicus, meegekeken naar wat er gebeurt. En Tacitus heeft ons inkijk gegeven in hoe zijn die verhoudingen aan het keizerlijke hof. En in die zinnen toont hij wat we moeten zien. En hier, stel dat je dit moet filmen, en er zou dan hier een stilte ergens vallen, en een soort wide shot van iedereen die in die kring zat, en je komt van een soort uitbundigheid en vrolijk gezang plots naar iets heel droevig. En dan zouden we waarschijnlijk inzoomen op de gezichten van iedereen hier. Hè. En dat is van vrolijk carnavalesk gedrag, plots naar medelijden, droevige gezichten. Oh, sukkeltje Britannicus. En dan waarschijnlijk had hij ingezoomd op het gezicht van Nero, dat dan daar niet mee kan lachen. Hè. Want nu weet hij wat iedereen van hem vindt. Goed, dat voor deel 1 van paragraaf 15. Hier nog eens de vertaling die ook op Smart School staat.